Ja, we zijn in Zuid-Afrika. Voor het eerst met dit programma. We zijn wel in Namibia geweest, maar niet in Zuid-Afrika. Ik ben er wel een paar keer geweest. Maar we mochten er nooit filmen omdat wij geen cultureel verdrag in de foute tijd van Zuid-Afrika hadden. En dat was terecht. Ik vond dat ook niet dat we hier wat moesten doen. Nu is het een paar jaar, zoals iedereen weet, is hier echte democratie. Rasscheiding is opgeheven. En voor het eerst hier maak ik het mee in Zuid-Afrika. Dat je in een restaurant zit en dat zwarte en blanke in één ruimte samen gezellig eten. En dat is echt ontroerend. Als je het anders hier hebt meegemaakt, is dat echt ontroerend. Toch wil ik daar weinig aandacht aan besteden. Ik wil niet of geen aandacht besteden aan de ANC, aan Mandela, aan de ophef van de rassendiscriminatie. Omdat ik niet vind dat dat mijn taak is. Daar worden genoeg programma's over gemaakt. En goed dat die worden gemaakt. Maar ik wil specifiek op zoek naar de boeren. Naar de sporen van de Nederlanders uit de 17e, 18e, 19e, ook nog deze eeuw. Nou, we zijn hier nou, vlak buiten Pretoria, in misschien wel het engste. Want het is allemaal een beetje eng. Het is toch een beetje erg nationalistisch. En het is toch een beetje erg speerachtige bouwstijlen. Het is eng. Kijk hier nou toch eens rond. Dit is het voortrekkersmonument wat je hier ziet. En dat is een bouwstijl, een heroïek en een symboliek waar ik redelijk onpasselijk van word. In 1938 zijn ze begonnen te bouwen aan dit voortrekkersmonument. En het was klaar 11 jaar later. En het is één grote bonk stenen die herdenkt de voortrekkers. Dat waren de boeren die vanaf 1835, 1838, toen de Nederlanders hier niks meer te vertellen hadden, verdreven werden uit de Kaapprovincie, het zuiden van Zuid-Afrika. En de Engelsen zeiden, wij willen het hier hebben, die Nederlandse sporen willen we helemaal niet meer hebben hier. Er zijn die boeren, die zijn naar het noorden gevlucht of gereden, met allemaal karren. Die karren kan je buiten heel symbolisch, in beton hebben ze die gezet. En daar wilden ze een eigen staat beginnen, Oranje Vrijstaat zou dat worden. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de Boerenoorlog, hè? Want uiteindelijk zijn ze daar ook verdreven, omstreeks 1900. Maar ja, ze willen dat toch herdenken dat zij de oprichters zijn, wat zij vinden, van de Republiek Zuid-Afrika nog steeds. En er is iets heel symbolisch aan de hand. Moet je maar eens kijken daar helemaal naar boven. Helemaal naar boven. Ronin, zie je dat gaatje daar? Helemaal boven. Ja, hè? Op 16 december 1838 was de slag bij de Bloedrivier. Dat is een hele beroemde slag van de boeren tegen de Engelsen. En op 16 december komt hier precies een zonnestraal en die valt op een symbolisch graf hier beneden. Kijk daar maar eens heen. En op dat graf staat, wij met z'n allen voor Zuid-Afrika, in het Zuid-Afrikaans. En dat graf symboliseert eigenlijk de boeren die omgekomen zijn. En die zonnestraal, ieder jaar op 16 december valt die precies, zeggen ze, op dat graf. Die is nou niet 16 december. We zijn hier een maandje later, dan zouden we dat kunnen zien. Nou, en dit is de tempel van het nationalisme. Maar dit is ook een monument, het voortrekkersmonument. De voortrekkers zijn ook een van de initiatiefnemers, uiteindelijk zou je kunnen zeggen, van de rassenscheiding. Dus eigenlijk is dit ook een negatief monument, zou je kunnen zeggen. En dat is het probleem van rondreizen in Zuid-Afrika. Je komt in monumenten en gedenktekens en straatnamen dat je denkt, hoe kan dat, waarom hebben mensen nog een straatnaam? Maar ook in Nederland, wij hebben een heleboel, in Rotterdam heb je ook de Afrikaanse buurt, hè? En ik weet het in Wassenaartje ook, de Bota staat nog steeds. Dat zijn allemaal boeren die worden herdacht en dat waren eigenlijk niet van die frisse jongens, vinden wij nu. Maar ja, je kan het beter laten staan, dan blijft de geschiedenis in ieder geval zichtbaar. Wel deze zichtbaarheid, ik weet niet wat ik ermee moet. African sky blue, your children wait for the dawn. African sky blue, soon a new day will be born. African sky blue, African sky blue, will you bless my life? Jij staat de naaispulletjes van mevrouw Kruger te draaien. Want hier zat mevrouw Kruger, de vrouw van de president van Transvaal, wat Zuid-Afrikaanse Republiek toen heette.
Hier zat mevrouw Kruger te borduren. Meer kon ze ook niet. Het was niet zo'n intelligente vrouw. Haar man, Paul Kruger, oom Paul, die was ook niet zo intelligent, maar die had een soort boerenslimheid. In deze kamer mochten nooit mannen komen. Eén keer zijn hier twee mannen geweest. En dat is om Paul Kruger te beschermen toen hij gedreigd, toen er gedreigd werd dat hij ontvoerd zou worden. Toen dachten ze, als hij dan in de dameskamer gaat zitten, dan durven de ontvoerders hem daar niet uit te trekken. Want die boeren onderling hebben ook ontzettend veel haat en nijd gehad. Dat weet ik allemaal, dit soort rare details, uit boekjes die ik hier heb gekregen. Maar ik weet het ook uit dit boek, De Memoires van Paul Kruger. Paul Kruger heeft gedenkschriften gedicteerd. Er zijn twee versies van. Dit is de kleine versie en er is ook een veel dikke Duitse editie. En daar staat nog meer in, maar die ken ik nog niet. Die moet ik op mijn hotelletje gaan lezen. Je hebt ook souvenirs. Deze kop heb ik al gekocht. Een kop met een kop van Paul Kruger. Dit is zijn ontvangstkamer. Hier werden de staatshoofden ontvangen. Laat ze even lopen daar naar een monsterlijk schilderij. Dit is Paul Kruger, de president van de Boerenstaat Transvaal, Republiek van Zuid-Afrika toen genoemd. Zo'n 25 jaar heeft dat ongeveer bestaan. Hij is 4 keer president geweest. Ik las ergens in een boek dat hij niet zo groot was. 1,75 meter vind ik persoonlijk een behoorlijke lengte, maar dat vond men toen zeker klein. Hij woog 95 kilo, was ongelooflijk saai. Het is een van de saaiste mensen die denkbaar is. Wat je hier niet goed kunt zien, ik zal het even met mijn boek aanwijzen. Hij had hele lange wimpers. Dat kan je niet goed zien, schilderij. En die wimpers waren zo lang dat ze in zijn ogen groeiden. Dat hij altijd oogontsteking had. Hij is een van de weinige mensen die niet iedere dag geschoren werden. Maar hij werd ook één keer in de week werden zijn wimpers geknipt. In deze ruimte waar we zijn, daar ontving hij de staatshoofd. Hier heeft ook de Nederlandse ambassadeur bij de Republiek Transvaal heeft hier gezeten. Wij hadden dus eigen ambassadeurtjes. En het was toen heel belangrijk omdat er heel veel mensen hier van Nederlandse afkomst woonden. Kruger was ook van Nederlandse afkomst. Hij is de 6e generatie Nederlandse afkomst. Hier zat ook de Nederlandse ambassadeur Belaerts van Blokland vaak. In deze ruimte werd op de verjaardag van Kruger, dat was op 10 oktober, wat heel lang hier een nationale feestdag was, ik denk dat het nu niet meer zo is, ik weet het eigenlijk niet, maar 10 oktober werden hier mensen ontvangen. Drank werd er niet geschonken, heel soms mocht er een flesje sproedelwijn, maar meestal werd er geen drank geschonken. Het is bijvoorbeeld bekend dat hier op een dag tijdens een verjaardag 1000 kopjes koffie werden uitgeserveerd. Zelf was het ook ontzettende koffieleut en men zegt dat hij uitsluitend koffie dronk van de boerderij van zijn ouders. Die koffie die daar, koffiebonen die daarvan afkomstig waren. Al dit soort details, dat is zo kenmerkend dat ik die weet. En veel oudere Nederlanders weten die zeker. Omdat Paul Kruger zo ongelooflijk geliefd is geweest. Was een kleine man die zich omstreeks de eeuwwisseling, omstreeks 1900, verzette tegen de Britten. Eigenlijk is dat een ontzettend vals beeld. Want die boeren zijn ook een van de initiatiefnemers geweest van de rassenscheiding. Ze hebben onderling ontzettend veel ruzie gemaakt. Het waren religieuze, ongelooflijk stijve, nare mensen. Maar ja, op een gegeven moment was het zo dat er werd gezegd dat dit hier in deze ruimte, dat dat klein Nederland was. Dat dat ook een stukje Nederland was in het noorden van Zuidelijk Afrika. Als we hier doorlopen, dan zie je hier de gastenboeken liggen. En geloof maar dat je daar veel namen van Nederlanders in kunt vinden. Ongetwijfeld zullen hier ook de namen van de leden van BZN in staan. Want BZN is een van de weinige Nederlandse groepen die toen het cultureel verdrag werd opgezegd van Nederland, dat wij zeiden wij gaan niet meer naar Zuid-Afrika, toen hier echt de apartheid echt in optima forma aanwezig was, was er in ieder geval één Nederlandse popgroep die zei daar trekken wij ons niks voor aan, die gingen naar Zuid-Afrika. En dat neem ik BZN nog steeds kwalijk. Moet je voorstellen, toen Kruger hier woonde,
woonde hij echt buiten de stad Pretoria. En hij werd iedere dag opgehaald met een koets bespannen met vele paarden. En dat was nog een behoorlijk ritje naar het regeringsgebouw. Voor zijn huis stond er altijd lijfwacht en er ging er ook in de koets minstens altijd twee lijfwachten mee. Moet je nagaan, we hebben het over 1890, 1900, dat die man al zo bedreigd werd. Niet alleen door de Britten, maar ook door zijn eigen volk. En onderwijl was heel Europa, behalve Engeland, in een soort verering voor hem. En dat doet mij wel eens denken aan de verering die wij in Nederland hebben gehad voor de Surinamer Ronnie Brunswijk. Dat vonden wij een soort Robin Hood die streed tegen de grote Boutersen. Misschien ook wel tegen Nederland. Terwijl we allemaal weten, als je in Suriname geweest bent, dan wist ik dat al lang. Dat die Brunswijk, nou, dat was ook een enorme boef. En het gekke is, dat over Kruger is ook veel meer bekend. Maar het blijft maar die heilige. En nu wordt er niet meer over Kruger geschreven. Want nu, ze hebben wat beters te doen dan over zijn oude reactionaire boer te schrijven. Maar je kunt daar zien, in dat zaaltje daar, dat is volgens mij zelfs de garage geweest, zal ik maar zeggen, van zijn koets. Daar kun je zien wat een enorme cultus er is geweest. En nog is die cultus hier, want ik wilde hier een klein bustetje hebben van Kruger. En toen zei die mevrouw hier, oh meneer, die zijn zo snel, we moeten weer nieuwe bestellen. Want ze gaan als warme broodjes hier over de toonbank. Nou moet je misschien kijken wat je daar ziet aan souvenirs uit 1900. Ongelooflijk. Ik ken eigenlijk geen voorbeeld van iemand die zo'n verering ten deel is gevallen en die eigenlijk zo onbelangrijk was die Kruger. Dit bijvoorbeeld hier is een lederen cassette met een hele grote rol met handtekening van schooljongens uit Philadelphia. En een speciaal foto ook van de jongen, de courierjongen, die dat koffje dan bezorgd heeft. Een Mexicaans gedicht op Kruger. Hier zien we een erediploma uit Hongarije. Hier zien we weer een prachtige soort kist van brons, of nee, is leer en brons uit België. Een lauwerkrans uit Duitsland met allerlei prachtige geschreven documenten. Hier, keizer Wilhelm II hier, heeft hier een erediploma. Er moet bijverteld worden dat toen Kruger echt het dreigde verliezen hier, dat toen Willem II niet meer wilde ontvangen. Willem II heeft hem ontvangen terwijl hij eerder in Europa was. Maar toen hij echt definitief in Europa was, hè, want hij is van 1902 tot 1904, ja, dan zeg ik wel balling, maar eigenlijk is het een balling. Hij is zelf weggaan, anders was hij wel gearresteerd. Zijn vrouw is hier achtergebleven en hij heeft dus 2 jaar wisselend gewoond in Zwitserland, Frankrijk en Nederland. En vooral in het zuiden, omdat hij te ziek werd in de winter. Maar normaal, in de zomertijd, woonde hij in Hilversum of in Utrecht. Maar toen wilde Willem II hem al lang niet meer ontvangen. Hier is een vlag die is me aangeboden door iemand. Hier zijn dingen die ze even weggehaald van andere tentoonstellingen. Maar wij zoeken natuurlijk maar naar één land. Iedereen begrijpt het al. Hier is wat Frankrijk hem aanbood. Er werden speciale composities op hem gemaakt. Daar hier een compositie. Ook nog hier Frankrijk. Frankrijk was wel heel dol op hem. Allemaal erepenningen. Weer een prachtig gekalligrafeerd document. En hier zijn we dan waar we wezen willen. Wie echt dol op hem was, was namelijk de zeer jonge koningin Wilhelmina. En dat hij uit Zuid-Afrika is kunnen ontkomen in 1902, hebben we te danken aan Wilhelmina. Want die heeft de Gelderland hierheen gestuurd, dat was een schip, om Kruger te halen. En hij is weliswaar overleden in Zwitserland, maar hij is opgebaard in Den Haag. En vanuit Nederland is hij teruggegaan naar Zuid-Afrika. Wij hadden een hele bijzondere binding met Zuid-Afrika. En die binding kwam vooral door de taal. En daarmee heeft het direct ook weer iets engs. Dan heeft het weer iets van wat Vlamingen ook zo hebben. Eén door de taal. Dat soort nationalisme. Ik word er eng van. Maar het was in ieder geval zo dat wij waren dus absoluut idolaat van die man. En als je ziet wat hier allemaal ligt. Allemaal Nederlandse dingen. Hier ligt er een welkomstgroet aan zijn edele S.J.P. Kruger, mijn boerenzanger, opgedragen aan Kruger. De christelijke jongensvereniging, de Heere zal het voorzien, te Schiedam, Holland, biedt uw edele haar welgemeente gelukwens aan op uw 75ste verjaardag. Toen woonde hij inderdaad net in Nederland volgens mij. Of nog net niet. Hij is van 1825, 75, 1900. Nee, toen zat hij nog in Zuid-Afrika. Allemaal Nederlandse spulletjes.
vitrines vol met rotzooi. Ik zag ergens ook dat een ambachtsschool, de leerlingen der ambachtsschool Amsterdam, mogen het God behagen dat de goede wil der volkeren zich ten bate van u en de koene strijden spoedig in flinke daden uit. Welke jongen op een ambachtsschool gaat nu een document sturen naar de president van Togo? Wat is er aan de hand geweest? Dit is buitengewoon integreerd. Dit is, je hebt nu zijn meisjes dol en jongens op de Spice Girls en de groep Bad. Toen waren ze dol op Ruger. Dat was hun held. Zie je er goed, Pauline? Ja. Dit is hem. Dit is Kruger. De held van de boeren. Dit is een bustertje. Een hele moeite om het te krijgen, want ze waren uitverkocht. Maar vanochtend was een nieuwe zending gearriveerd. En ik heb een exemplaar gekocht. 110 piek kost dat. En deze man, dat is dus de held nog steeds van de blanke Zuid-Afrikaanders. Voor hem hebben ze gevochten in de Boeroorlog. Voor hem vochten ze tegen de Engelsen. Voor eigenlijk al een verloren zaak. Nu waren die Engelsen natuurlijk ook hartstikke fout kolonialen. Maar deze mensen, die waren van een godvruchtigheid die ook angstig was, hoor. Want ze stierven echt met een blind vertrouwen in hem en in God. En dat was niet helemaal terecht. En nu staat hier nog steeds dat beeld van Kruger. En hoe lang staat dat er nog? Want het is natuurlijk eigenlijk een beeld die de onderdrukking predikt. Want hij en de rest van de boeren hebben natuurlijk wel hier ook de zwarte en andere mensen van hun land verjaagd. Maar dat kon ze allemaal niks schelen, want ze hadden maar één idee. Ze dachten, wij doen dit voor Paul, oom Paul, en we doen het voor God. Want het was een godvruchtigheid, daar word je eng van. Nou kocht ik gisteren hier een boek, dit boek. En dat was niet goedkoop, maar ik heb het erop gezocht. Het is echt een goede koop geweest. Eigenlijk dus nog ineens zo duur wat ik ervoor heb betaald. Want het is een prachtig boek en het is ook zeldzaam. En dit boek is helemaal in het Nederlands gedrukt. En het is hier verschenen. Want als je een boer was van een beetje goede opvoeding, dan ging je Nederlands schrijven. Dan ging je niet, dan was dat boeren toch een beetje een grove taal. Ze werden ook opgeleid allemaal door gereformeerde dominees in Nederland. Nederland had een ontzettende invloed op die ideevorming van die boeren. Dat is ook dus angstig. Zie je ook rond, kijk, zie je overal Nederlands-Duits gereformeerde kerken. Ze hebben nog heel lang in de synode samen gezeten. Ik geloof dat het nu zelfs weer hersteld is, het contact tussen de kerk in Nederland en Zuid-Afrika. En om die godvrucht en die bewondering voor deze man te begrijpen, zal ik eens een brief voorlezen, want dit staat helemaal vol met brieven van mensen die door de Britten ter dood zijn veroordeeld. En die denken, die hebben dan spijt en dit hadden we maar niet gedaan. Nee hoor, die geloven in Paul en vooral in God. Moet je maar luisteren. Deze man wordt ter dood veroordeeld. Liefste. Ik moet u melden dat het met mij treurig gesteld is. Ik ben ter dood veroordeeld en morgen ten 8:00 moet ik opgehangen worden. Maar God zij gedankt. Liefste schat, u moet maar tevreden wezen. Daar is een God en die zal voor u en de weesjes, dat zijn dus eigen kinderen, zorgen. Liefste, mijn hart voelt zich zo bitter dat ik niet kan schrijven. Maar bid tot God waar het voor u zwaar en moeilijk wordt. Liefste, als u weder tot een huwelijk overgaat, vraag toch den Heer een man die zorgen zal voor de kinderen. En verder liefste, als het vrede wordt, meld ik u dat bij Dirk Groenewald 4 ossen en een koe en bij Oef en Naai 5 ossen staan. En op veiligspan is een paard en een zadel die ik bij de kaffers heb laten staan. Daar zijn ook 3 ossen van broeder Hendrik bij. En verder zal ik maar sluiten met de pen. Het is een harde weg. Met hartelijke kussen aan mijn vrouw en kinderen, om nooit u weder hier op aarde te ontmoeten, maar in het hiernamaals bij Jezus. Houdt uw oog gevestigd op Jezus. Mijn ziel is bedroefd tot aan de dood toe. J.G.W. Jansen. Lekker dood voor de boerenzaak. We staan nu op het terrein van het Oorlogsmuseum van de Boerenrepublieken. 2 Boerenrepublieken en we zijn hier dus in Oranje Vrijstaat, wat tegenwoordig gewoon Free State, Vrijstaat heet. Dit monument
Dat is voor de vrouwen en kinderen die omgekomen zijn tijdens de Boeroorlog. En laten we daar eens even heen lopen. Want eigenlijk is dat een raar verhaal. Het eerste wat je opvalt daar is namelijk de tekst. Aan onze heldinnen en lieve kinderen, u wil geschieden. Dit Nationaal Monument is opgericht ter nagedachtenis aan de 26.370 vrouwen en kinderen die in de concentratiekampen zijn opgekomen. Wat valt je op? Dit is gewoon Nederlands. Wel opgevoede boeren aan het begin van de 20e eeuw spraken en schreven Nederlands. De boerentaal ging toen door voor iets ontzettend ordinairs. Dit monument is opgericht onder instigatie van Stijn. Stijn is tijdens de Boerenoorlog de premier geweest van Oranje Vrijstaat. En in 1913 besloot men dat niet alleen de boeren herdacht moesten worden, maar vooral ook hun vrouwen en kinderen, waarvan er een heleboel zijn gestopt in concentratiekampen. En de boeren zeggen hier nog steeds dat de concentratiekampen zijn verzonnen door een Brit, Lord Kitchener, en dat die later zijn uitgewerkt door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, verfijnd om het zomaar eens te zeggen, maar dat echt de eerste mensen die in een concentratiekamp hebben gezeten, dat het de boeren zijn, en vooral de ouderen en de vrouwen en kinderen. En dat die concentratiekampen heel erg waren, want dat zie je ook daar, dat er 26.370 vrouwen en kinderen in omkwamen. Als je weet dat er tijdens de hele Boerenoorlog 4.000 boeren zijn overleden en 2.000 later overleden zijn dan ziekte, dus bij elkaar, doe eens heel wild, 6.000, is dat inderdaad veel. Nu zijn het er minder. Men heeft het altijd gebruikt op dit monument en ook in boeken om te zeggen, wij hebben het heel erg gehad. Boeren nu zeggen ook tegen ons, wij zijn erger behandeld dan de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Dat vind ik schandelijk om dat te zeggen. Er zijn inderdaad vrouwen en kinderen in ver weggelegen kampen omgekomen aan ziekte. En als ik vergelegen kampen zeg, dan bedoel ik, ze werden gebracht naar Bermuda, naar Portugal, naar Ceylon, naar India, naar Sint Helena. En dat moest allemaal herdacht worden. In 1913 is hier toen een fantastisch groot feest geweest. En dat feest dat was onder leiding van Stijn. Stijn dat was een hele ziekelijke man. Die is gevlucht ook na de Boerenoorlog. In 1905 weer teruggekomen. Toen was hij al buitengewoon zwak van gezondheid. Maar hij heeft toch tot 1916 geleefd. En hij heeft toen hier een grote toespraak gehouden. Zijn vrouw, waarvan net een biografie is verschenen, die ik heb gekocht, die heeft nog geleefd tot 1955. Als je nagaat dat er hier bij dit monument nog een man heeft gesproken in 1983 die de Boerenoorlog heeft meegemaakt. Hier gesproken. Het monument is opgericht onder instigatie van deze Stijn. Ook daarbij was aanwezig deze man. Dit is de grote generaal geweest van Oranje Vrijstaat. Transvaal, daar was de grote man van Smuts, militaire man dan bedoel ik. En de grote militaire man hier was De Wet. En wel in Wassenaar, waar ik vandaan kom, een Christiaan De Wetstraat. En nu weet ik eigenlijk zeker dat hij is genoemd naar deze generaal, de man die nooit ophield.